Ivor Schurk praat ons bij over de energiearmoede. Dit en meer op deze vroege vrijdagochtend. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. We beginnen vanochtend met energiearmoede. Je werd al aangekondigd als Ivor Schurk, dat is ook je Facebooknaam. Maar je heet Schrouwer toch, hè? Ja, Ivor Schrouwer. Ja, Ivor, hartelijk welkom in Weekend Magazine. Dankjewel. Energiearmoede staat op de rol. Eigenlijk een groeiend probleem volgens mij, waaraan jij in ieder geval de nodige aandacht geeft. Maar kun je de kijkers, luisteraars even meenemen in dat begrip energiearmoede en wat dat zoal inhoudt? De definitie van energiearmoede is eigenlijk tweeledig. Dus het komt op neer dat je energie niet kan betalen. Dus eigenlijk als meer dan 10% van je inkomen naar je energierekening gaat. Of op het moment dat je, als je aankomt, dat je energierekening zo hoog wordt dat je maar niet meer stookt. Wat natuurlijk slecht is voor je huis en ook je lichaam, zeg maar. Daar ga je gewoon onder door. En dat energie wordt natuurlijk steeds duurder. Dat is de beste manier om te zorgen dat we er minder van gebruiken. Alleen de groep aan de onderkant van de samenleving, economisch gezien, wordt daar natuurlijk het hardst door geraakt. Ja, nou las ik al iets van de woningbouwcorporatie Trivieren, die inderdaad ook die 10% hanteert van je besteedbaar inkomen, wat maximaal naar energie zou moeten gaan. En dat die ook merken in hun bestand dat een groeiend aandeel last heeft om binnen dat percentage te blijven. Heb jij cijfers of inzicht in hoeveel mensen in Dordrecht te kampen hebben met het probleem van energiearmoede? Nee, dit is eigenlijk ook in Engeland en in België zijn ze hier al langer mee bezig. Maar in Nederland is bijvoorbeeld ook nog geen consensus over moet je 10% aanhouden of 15%. Hoe kijk je ernaar? Zeg maar. Dus het begint echt nu pas. Zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon onderdeel van de energietransitie. En ik denk ook dat corporaties er navenant veel last van hebben, omdat ze A, natuurlijk de doelgroep huisvesten, zeg maar. Mm-hmm. En B, een hoop woningen zijn ook niet zo geïsoleerd als dat je zou willen, zeg maar. Ja, dus dat schijnt altijd oplossing 1 te zijn. Dus isoleren, waardoor dat de benodigde energie... Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen. Ja, dus en die samenhang met de energietransitie, die triggert mij wel. Ik bedoel, ik weet nog, en wellicht weet John dat ook nog wel, want je bent lang in de politiek actief geweest, dat er altijd is gedacht dat de energielasten van je totale woonlast een groter gedeelte zou gaan uitmaken. En dat zeg maar je huur of je hypotheek geleidelijk zou dalen, waardoor die complete woonlasten in balans zouden blijven. Dat lijkt niet te gebeuren. Ik bedoel, nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat we de huren voortdurend aan het opschroeven zijn. En met de lasten die de corporaties aan Den Haag moeten afdragen, de miljarden die vanuit de corporaties naar Den Haag toe gaan, dan kunnen de corporaties ook weinig voor hun huurders betekenen. Ja. Dat vind ik wel heel pijnlijk. Ja, dat er geld zou eigenlijk moeten worden besteed om die energietransitie mede vorm te geven. Ja, precies. En de leefbaarheid in de wijk op te vijzelen. Ja. Ja. Nou ben jij bezig als coördinator op het gebied van energiearmoede. Wat houdt die functie in en waar bestaat het takenpakket dan uit? Met Drechtse Stromen zitten we in een pilotproject van de provincie Zuid-Holland. Dus die hebben 10 initiatieven geselecteerd die ze steunen met middelen en met kennis en een stukje intervisie, zeg maar, best practices. Mm-hmm. En in Dordrecht hebben we ervoor gekozen. We hebben eigenlijk gekeken naar hoe de islamradicalisering is aangepakt in Nederland. Dus daar... Vind ik een opmerkelijke parallel, maar leg hem uit. Nee, er is eigenlijk besloten dat de doelgroep die zou radicaliseren, die bereik je het beste door met de mensen te werken die ze eigenlijk al bereiken. Dus de buurtwerkers, de jongerenwerkers, de woningbouwcorporaties die met de kwetsbaren in de samenleving die daar raakbaar voor zijn, zeg maar, mm-hmm, om die te bereiken. En dat geldt natuurlijk ook voor energiearmoede. Kijk, de Eneco of wij als Drechtse Stromen, zeg maar, dus met de energietransitiepet op, kunnen die mensen niet per se vinden. Alleen
als je kijkt naar het welzijnswerk, dus de Twerren, de Mee, de voedselbank, zulke clubs, die hebben die mensen natuurlijk perfect in kaart. Alleen zij zijn vaak niet op de hoogte van wat is energiearmoede, wat kan je eraan doen, hoe kan je het herkennen. Dus we hebben een workshop herkennen energiearmoede ontwikkeld, zeg maar. En die geven we aan de ketenpartners, heet het in ons model. Dus bij Divers zijn we geweest, bij Woonbron, bij Mee, bij Twent, Financieel Hulphuis, zulke clubs. En dat geven we dan en dan wijzen we één expert aan. Die kan ook extra cursussen krijgen via ons om als energiecoach of energieconcierge te worden opgeleid. En iedere organisatie krijgt in de pilot 5 vouchers. En een voucher is een huisbezoek met de buurtwerker, de welzijnswerker en iemand van de rechtsstromen samen. Op dit moment alleen iemand van de rechtsstromen, omdat je je mag allemaal niet zoveel mensen thuis hebben. Ja. En dan gaan wij wij gaan ervan uit dat zij prima in staat zijn om de doelgroep te herkennen. Dus we gaan geen checks doen met belastingpapieren of wat dan ook. Wij bellen op, we doen de gezondheidscheck, we vertellen even wat we komen doen. En dan gaan we er naartoe en dan hebben we eerst een half uur een gesprek over wooncomfort. Dus wat zouden we op korte termijn kunnen doen om het wooncomfort te verbeteren? Douche je heel lang, wil je heel veel licht, stook je heel veel. En daarna doen we een uur een ronde door het huis heen met middelen. Dus we hebben tochtstrips bij, radiatorfolie, ledlampen, brievenbuskleppen en die passen we meteen aan. We regelen de cv opnieuw in. En je ziet heel vaak dat een cv en een thermostaat slecht of niet zijn ingeregeld, wat echt honderden euro's per jaar kan schelen. En daarna hebben we nog een half uur een gesprek over wat je er nog meer aan kan doen. Dus bijvoorbeeld, als jij graag de boel heel warm stookt, dan zeggen we, je kan ook een trui aan doen en de kachel gaat lager zetten, naast de tochtstrips die we geplakt hebben. En dan heb je er allemaal modellen in, hoeveel geld het scheelt en hoeveel CO2 het scheelt. En daarna bellen we nog een keertje na, dus dan help je de doelgroep direct. En je kan ook terugkoppelen van naar de welzijnspartners en de woningbouwcorporaties van, jullie moeten echt wat doen aan dubbel glas of aan ventilatie. Wat je heel vaak ziet is dat mensen heel hard gestoken en dan vervolgens de ramen openzetten omdat de ramen anders beslaan. Zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon een ventilatieprobleem wat vaak ook makkelijker op te lossen is dan een isolatieprobleem. En dit is de pilot en die loopt tot maart en die zijn ze nu aan het evalueren. En de bedoeling is dat we hem aan de tweede ronde van de Rijksregeling Energiereductie koppelen, zodat we in de regio veel meer huizen kunnen bezoeken vanaf april. En wat ontmoet je nou voor een reacties als je die huisbezoeken gaat afleggen? Ik bedoel, je gaf al het voorbeeld van je kunt iemand vertellen van zet die cv een graadje lager en doe een trui aan. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, dan maak ik het lekker zelf uit. Is er weerstand in aanvang of hoe gaan die gesprekken? Ben je welkom? Ja, want je hebt eigenlijk een warme overdracht vanaf de buurtwerker, zeg maar. Dus je gaat niet zomaar zeggen, laat me komen. Dus de buurtwerker heeft eigenlijk het vertrouwen van degene waar je op bezoek gaat al. Dus die gebruik je als kruiwagen om binnen te komen. En we hebben waar we de mensen mee langsturen met de opdracht is, zeg maar, van deze mensen krijgen heel veel mensen op bezoek. Je mag geen huisdier hebben, je mag niet op vakantie, je mag niet uit eten, je kan geen nieuwe kleding kopen. Dus wij komen ook niet met een, je mag niet zoveel energie verbruiken. We komen gewoon met een bespaarverhaal. En de insteek van terechtstroom is natuurlijk ook, wij willen geen geld besparen. Wij willen CO2 besparen. Dat is de doelstelling van de rechtsstromen. Dus dat is ook de boodschap waar we mee komen. En we komen ook niet van, je hebt energiearmoede. We komen echt met een verhaal van, we gaan jouw wooncomfort verbeteren. Want dat verbetert alles. Jouw wooncomfort verbetert. En je uitgaven. Maar dat is voor ons van secundair belang. En ook in het model. En je bespaart CO2. Dus op die manier helpen we elkaar. Zeg maar dat is echt. En dat zijn mensen eigenlijk heel. Ja, mensen zijn heel blij. Kijk, ik weet niet of ze daadwerkelijk de kachel gaat lager gaan zetten, maar ze hebben in ieder geval die tochtstrip geplakt, zeg maar. Ja, dus er wordt geleidelijk aan gewerkt om dan dat wooncomfort te verbeteren. Lopen jullie nu ook vaak aan tegen zaken in de huizen die je dan binnenkomt, waarvan je denkt van ja, dit is dweilen met de kraan open, we hebben eigenlijk hele andere maatregelen nodig, of we hebben een lijn nodig naar de woningcorporaties. Hoe ziet dat palet eruit? Wij werken heel goed samen met de woningcorporaties. Dus we geven daar ook de workshop. Ze hebben ook de vouchers, zeg maar. Dat, zeker met Woonbron hebben we heel goed contact. En wat John net zei, is inderdaad ook met de verhuurdersheffing en het scheeftrekken en het welzijnswerk, wat vroeger ook gewoon gesteund werd door de woningcorporatie. Doordat dat allemaal niet gebeurt, zij zien eigenlijk dezelfde
problematiek van de kwaliteit van de urnen. Kijk, soms sta je een tochtstrip te plakken tegen een deur waar nog enkel glas in zit. Ja, dat is natuurlijk... Dat koppelen we terug. En we hopen eigenlijk ook dat de woningcorporaties en de energiebeweging, zeg maar, naar Den Haag kan bewegen van hef desnoods die verhuurdersheffing en stort hem weer terug als verduurzamingsmiddelen. Zeg maar. Maak daar die koppeling tussen. Dat is denk ik de echte energietransitie. Wat wij doen is veel meer een stukje bewustwording. En ik denk ook dat in de energietransitie dat het veel meer een sociale beweging is dan een technische beweging. Dat terwijl de mensen die ermee bezig zijn het heel erg hebben over isolatiewaarde. En wij proberen met rechtsstromen ook te zeggen van je moet de hele bevolking meekrijgen als je die uitstoot, die CO2-besparing, echt wil doen. En daar vinden we dat dit aan bijdraagt. En we hopen dat er ook lobbykracht van uitgaat om meer te isoleren en minder te verbruiken. Ja, nou noem je al een aantal keren in jouw verhaal de rechtse stromen. Wat is precies hun positie en hun doel binnen dit hele proces? Ik bedoel, ik ken hen van de duurzame vormen van energie. Nee, dat is de rechtse energie. Dus dat is de rechtse energie. Dus je hebt twee clubs. Je hebt de rechtse energie en de rechtse stromen. Dat is eigenlijk een broertje en een zusje, om het zo maar te zeggen. En de rechtse stromen wekt alles energie duurzaam op. De rechtse energie wekt alles duurzaam op. En de rechtse stromen, die is echt van de bespaarmaatregelen. En dan is het bewoners voor bewoners. Zeg maar. Dus we hebben heel veel vrijwilligers, die geven individueel advies, die geven blok voor blok advies. Dus als je met je hele straat energiemaatregelen inkoopt, dan krijg je tot 30-40% korting. En daar bemiddelen we in, daar adviseren we in. Het is een jungle daar, als je je huis wil laten isoleren. Dus daar proberen we ook onafhankelijk advies in te geven. En in het maatschappelijk middenveld proberen we de positie van expert in te nemen. Dus als je iets wil weten over energiereductie, kom naar ons toe. Dat is ook de rol die we proberen in te nemen richting de overheid. Dus op een positief kritische manier. Als de overheid zegt, we gaan 100 kilo CO2 besparen, dan zeggen we goed zo, maar waarom geen 150? Zeg maar. Dat is de rol die de rechtsstromen in wil nemen. Het is bijna verleidelijk om al een bruggetje te maken door te zeggen, je ziet hier in dit onderwerp af en toe door de bomen het bos niet. Maar, oh ja, dat zijn belangrijke vangers van CO2, niet waar? Absoluut. Ja, absoluut. Maar hoe helpen jullie nu om een groot deel van de mensen die gewoon echt worstelen met of energiearmoede of in ieder geval met de problematiek van besparen, wooncomfort, isoleren. Hoe help je hen op weg om te zorgen dat ze wel door de bomen het bos zien? Dat die veelheid aan informatie wat overzichtelijk wordt. Want voor een deel denk ik ook dat er wel... Er is heel veel mogelijk, maar het is ook heel onbekend vaak. Nee, dat klopt. Het is echt nog een nieuwe markt. En je kan op terechtstroom.net kan je een afspraak maken met een energieadviseur. Dat kost volgens mij een tientje. En die komt dan met een CO2-scanner en een infrarood fototoestel. En die maakt dan een foto van je huis. Dat gaat vooral als het wat kouder is, gaat het goed. En dan zie je waar je energielekken zijn. En daar kan die op adviseren. En dat is gewoon advies van knal hier een peerplaat tegenaan of kit dit dicht. Tot met dit bedrijf hebben wij goede ervaringen op vloerisolatie. Ja. Of je kan geen tonzon doen, want je hebt last van muizen en zulke dingen. Maar ik ben gelukkig niet van de technische kant. Nee, je hebt het van de sociale kant. Ja, precies. Maar juist in die sociale kant zit mooi die link naar hoe krijg je dit onderwerp bij mensen tussen de oren, om dat maar zo uit te drukken. Ik denk dat de agendering op dit moment belangrijker is dan de besparing, omdat het natuurlijk ook gewoon een politiek probleem is uiteindelijk. Ik bedoel, wat Tata uitstoot is natuurlijk niet te vergelijken met wat wij hier in Dordt bij de mensen in sociale huurwoningen kunnen besparen. Ja, en nou is jullie pilot is tot stand gekomen omdat de provincie daar geld voor over heeft en daar energie in steekt. Hoe is de relatie naar de lokale politiek? De relatie naar de lokale politiek is goed. We werken ook samen op bijvoorbeeld de RRE, de Rijksregeling, energie. Nou goed, op de energiebespaar, de kleine bespaarmaatregelen, werken we ook samen met de energiecoaches en met een stuk voorlichting. En daar komt ook een nieuwe ronde van, waar we ook samen een plan voor hebben geschreven met onder andere de gemeente en het energieloket. En dat geldt eigenlijk voor de hele
voor de hele Drechtsteden. Wat je eigenlijk vooral merkt is dat na Parijs, dat is nu denk ik 5 jaar geleden. Ja, Parijs, dat akkoord ligt ja, 5 jaar achter ons, ja. Ja, ik loop ook 5 jaar achter dus. Maar, en je ziet eigenlijk wat er met de klimaattafels is gebeurd, dat er heel lang heel veel politiek gepraat is op alle lagen. En dat nu langzaamaan de budgetten vrijkomen die benodigd zijn, dus die besloten zijn. En dat daar heel erg in gezocht wordt van hoe vind je elkaar, welke partijen moeten elkaar vasthouden, welke partijen heb je wel nodig, welke partijen geven gas, welke partijen gaan achteruit hangen. En ik denk, het is heel dynamisch speelveld met een veelheid aan partijen op een veelheid aan lagen. Ook als je ziet dat wij alleen al met als clubje in de Drechtsteden te maken hebben met 5 of 6 gemeentes. En dan de provincie en rijksregelingen en de Europese middelen die er aankomen, waar je vaak een mix van financiering moet maken, omdat andere mensen er niet in geloven. Dat is het politieke dier in mij vindt dat reuze interessant. Maar wat betreft efficiëntie denk ik dat er grote geslagen gemaakt kunnen en moeten gaan worden, absoluut. Nou ja, ik heb soms het gevoel, Parijs ligt inderdaad 5 jaar achter ons en er wordt ongelooflijk veel gepraat. Er zijn die klimaattafels geweest en ook als ik jouw verhaal hoor, denk ik van, ik hoor in korte tijd langskomen een energieloket, energiecoaches, jullie club, allerlei mensen die er heel erg betrokken en heel erg begaan mee zijn, maar hoe bereik je nou echt die man en die vrouw in dat huis waar wat moet gebeuren, die daar werkelijk helemaal bijna lam geslagen door worden door al die informatie, denk ik dan. Hoe komt dat contact nou echt tot stand, zodat ze meters kunnen maken? Ik denk dat het voor heel veel mensen een heel ver van je bed show is. Ik denk dat het ook heel makkelijk is om welke problematiek dan ook, behalve corona, te negeren, zeg maar. Dus ik denk dat het een van de weinige wereldproblemen is die wel, waar je wel gewoon op straat last van hebt, zeg maar. Ik denk dat de rest in Nederland prima te negeren is. En dat heel veel mensen dat doen en die proberen we te bereiken, ja, via het jongerenwerk, via de woningbouwverenigingen, via de schuldhulpsanering. Want het gas gaat natuurlijk 1 januari gaat gas weer om, de prijs van het gas weer omhoog. Ja. En terecht, dan stoppen we nooit met Groningen leegpompen. En ik denk dat dan de mensen het gaan merken, pas als ze het in hun portemonnee merken en je komt met een manier om dat te verzachten, dat dan het verhaal begint te lopen. Maar ik denk dat het dan ook nog steeds om euro's gaat in plaats van om CO2. Ik denk ook dat pas als je de prijs van de CO2, wat eigenlijk al gebeurd is, koppelt aan de prijs van de euro's, dat je dan pas effect gaat zien in hoe de samenleving is ingericht. Ja, ja, ik bedoel, zou je die koppeling maken, dan denk ik dat je jullie doelgroep nog harder treft. Ik bedoel, dat is natuurlijk het vervelende. Dat is net zoals als je vlieger duurder maakt. Ik denk dat heel veel mensen gewoon nog steeds de wereld omgaan, maar dat mensen niet meer naar Griekenland gaan of naar Spanje. Ja, want nou ja, je vindt plaatsen, je voedselbank noemde je in het begin van het gesprek, schuldhulpsanering. Dus je hebt het echt over mensen die heel veel problemen al hebben. En dan krijgen ze dit probleem er gratis bij. Ja, ik denk dat is hoe we de maatschappij, ik word er heel verdrietig van, maar ik denk wel dat is hoe we de maatschappij hebben ingericht, doordat alles om geld gaat. En als je dat tekort komt, dat het daarop neerkomt en dat samenhangt met, kijk, als ik een huis wil, dan kijk ik of er een school dichtbij is, of er een park dichtbij is, of mijn vrienden in de buurt wonen. Als mensen die een sociale huurwoning een huis zoeken, dan kijken ze naar welke het goedkoopste is. Ja. En dat is vaak niet de woning, en wat nu daar ook nog meespeelt, met alle problematiek die erbij komt, met slechte scholen, vervelende buren, weinig, nou ja, waar John straks over gaat hebben, over, als je hier kijkt, het gebrek aan bomen in een wijk als de Vogelbuurt is echt heel kwalijk, wat daar aan hittestress en wateroverlast, wat daar gewoon direct mee samenhangt. En dat zijn natuurlijk ook gewoon slecht geïsoleerde huizen, dus je lijkt in eerste instantie goedkoopst uit te zijn, maar ja, je huurprijzen, de complete woonlasten zijn veel hoger en ook je levensverwachting is lager. Het is ik hoop dat wij daar met de rechtstroom iets aan bij kunnen dragen. Ja, nee, dat hoop ik ook van harte uiteraard. Heb jij, want je bent nu een aantal maanden met dit project bezig, ook al iets van een wens of een aanbeveling van wat de lokale politiek
zou kunnen doen om of jouw werk makkelijker te maken of om echt iets te doen voor de doelgroep die jij bedient? Vanuit de rechtse stromen denk ik dat, en ik heb goed contacten met de gemeente, hoop ik dat vooral het herkennen van de energiearmoede, dus de workshop die we voor de professionals hebben ontwikkeld, dat ze ons helpen om die vaker te geven. En dan het liefst als de lockdown weer wat minder is, want die werkt gewoon veel beter in een ruimte met interactie. Omdat wat je merkt is dat het is ook niet iets waar je in de kantine op je werk over praat. Over de peerplaten die je hebt geïnstalleerd of over de CO2 die je bespaard hebt. Het is geen sexy onderwerp. Nee, het is niet sexy, het is niet hip. Ik merk dat bijvoorbeeld als we zaten bij een welzijnsinstelling. En er zat één iemand en die bleek zijn hele huis 0 op de meter te hebben. Met zonnepanelen en 3 dubbel dik glas en... Zijn collega, waar hij iedere dag mee samenwerkte, die woonde all-in, zeg maar. Dus die betaalde een vast bedrag, huur en energie tegelijk. Mm-hmm. En die had de kachel altijd maar aanstaan. En die zaten gewoon, die werkten iedere dag samen. Die hadden die informatie nog nooit uitgewisseld. Terwijl dat in de bewustwording van de problematiek heel belangrijk is. Ja. Ik snap het wel, die mensen die worden super overvraagd met wat ze allemaal moeten weten. En ieder probleem komt natuurlijk uiteindelijk daar langs, maar... Ik denk ook dat daar begint en dat... Je zou dus dat gesprek ook gewoon vaker op onverwachte plekken moeten voeren. Ja, ik denk dat zeker bij de ketenpartners, dus de mensen die bij de doelgroep komen, als die er bewust van zijn, als die het regelmatig te sprake brengen, dan wordt het op een gegeven moment ook een standaard. Het moet deel gaan uitmaken van het vocabulair en van de discussie. En dan niet de discussie bij de talkshows, maar... De discussie op straat. Ja, en nu zei je al in het gesprek van er wordt een evaluatie gehouden van deze pilot. Hoe gaat de toekomst voor dit initiatief eruit zien? Wat gaat 2021 jou en jouw doelgroep brengen? De gemeente heeft de nieuwe RRE-regeling aangevraagd die meer gericht is op huurwoningen. Dus de eerste was enkel gericht op koopwoningen. En daar hebben we de boel, dus die komt begin januari. En daar willen we heel graag samen in optrekken om met de gemeentes en het Rijk. En ook de provincie heeft aangegeven dat ze nu een ronde onderzoeken. Dus we doen nu 50 huizen als pilot. Van wat haal je op, zitten die mensen op te wachten? Dat is, we hebben er nu 15 of 20 gehad. Mm-hmm. En dat is over het algemeen positief van zowel de ketenpartners als de bewoners. En dan hopen we... in te zetten op veel meer huizen. Dus ik zou het heel mooi vinden om in 2021 1000 huizen te bezoeken in Dordrecht. Ja, dat lijkt me ook heel mooi. Ik heb nog niets gelezen over een huis wat al bezocht is, waar al maatregelen genomen zijn. Terwijl ik denk van dat zou ook heel erg helpen om het zichtbaar te maken. Dus ik hoop binnenkort dan toch ergens in AD de Dordtenaar of anderszins wat te lezen over het goede werk wat jullie daarin doen. Om maar bij die 1000 huizen te gaan komen. In ieder geval heel erg bedankt, Ivor, dat jij energiearmoede hier aandacht hebt willen geven. En dat onze kijkers en luisteraars in ieder geval iets van dit onderwerp hebben meegekregen. Ik ga jou een klein kerstpresentje doen. Ik heb een aantal boekjes van Arie de Bruin bij me die straks in de uitzending komt. Ik geef jou er één mee. En bedankt voor je komst. Was super, dankjewel. Fijne dag verder. Tot ziens, fijne dag. Bye.